afschermen en gronden. Afschermen en gronden. Ik leg die vraag altijd de eerste les, de eerste bijeenkomst met mensen neer. Wat is afschermen en wat is gronden? En afschermen is jezelf beschermen tegen ongewenste energieën van buitenaf. En daar heb ik 3 methodes voor. Staan gewoon op internet, kun je downloaden. Touw, deur, stolp. Dus wat gebeurt er als er een emotie binnenkomt die ploft bij de zonnevlecht, dus handbreedte boven de navel binnen. En op andere punten, die gaat naar je centrale computer. En je centrale computer heeft maar 2 signalen. Goed of fout. Ja of nee. Verkrampen of niet. Het is allemaal hetzelfde. En daar begin ik mee met uit te leggen van wanneer gebeurt dat, waarom gebeurt dat en hoe kun je daartegen beschermen. Heel veel mensen herkennen het wel dat als ergens geweest zijn, dat ze in 2 minuten leeggezogen zijn. Wat gebeurt er dan? Nou, dat kan ik heel goed uitleggen. En met het afschermen bescherm je daar zelf tegen. En de makkelijkste om voor mensen te onthouden is dat je jezelf in een stolp plaatst. En de buitenkant van de stolp is spiegelend, zodat alle energieën die van buiten afkomen, die ketsen weer terug. Ja, en je hebt een verbinding tot in het stromend grondwater. Dus de spanning die van die stolp afkomt, die vloeit weg. Maar de stolp dient wel aan de buitenkant helemaal dicht te zijn. En als je dat niet goed genoeg kunt voorstellen, dan pak je gewoon in gedachten een plantenspuit met aluminiumfolie en die spray je aan de buitenkant erover, zodat die als laatste helemaal dicht is. Dan zit je helemaal opgesloten. Dan heb ik voor de mensen die dat heel goed kunnen, nog een bijzonderheid. Want dan zeggen ze van, ik krijg geen informatie binnen. Nou, dan leg je een Makita boormachine erin, ja, met een pakje kogel. En Makita boormachine om een gaatje te boren in het geheel, zodat je informatie heel gericht binnenkomt. En als dat klaar is, is onder andere in collegezalen en zo, dan plak je het weer dicht. En dat is een hele mooie oefening voor met name mensen die zeer hooggevoelig zijn. Daarnaast hebben we nog touw, deur en nog wat andere. En een hele makkelijke voor tijd van nood is een klapspiegel. Als er een verkoper komt of iemand dat je denkt, oeps, ja, een verkoper, ik bedoel dan aan de deur, en je hebt het gevoel, het verhaal klapt niet. Je zet een klapspiegel op, je laat hun in de spiegel kijken. Ja, en ze beginnen het verhaal tegen zichzelf te vertellen, een verhaal wat niet klopt. En binnen 3 minuten haken ze af of ze beginnen te haperen in hun verhaal. En dat is een fantastische methode die voor veel mensen werkt. Van, ik wil die persoon buiten houden. Klaar. Een hele mooie, heel mooi gebeuren.